Vandaag gaan we langs 3 bevrijdingsfestivals. Wageningen, we gaan naar Zwolle, we gaan naar Almere. Om natuurlijk de vrijheid te vieren, om feest te maken. Ook om aandacht te vragen voor de Walk in Our Shoes week. Die Care Nederland samen met Masterpiece organiseert. Waarbij we geld inzamelen voor meisjes in oorlogsgebieden. Om de dromen die ze hebben te laten uitkomen. Toen ik met de band in Congo was, 2,5 jaar geleden, ontmoetten we Fura H. Zij heeft in haar jonge leven al heel veel moeten verstouwen. Zij is aangerand, zwanger geworden, door haar ouders uit het dorp gezet. En stond er dus alleen voor al heel snel. En toch toen ik er vroeg naar haar toekomstplannen, was ze heel resoluut. En was het heel duidelijk voor haar dat zij een eigen naaiatelier zou gaan beginnen. Wij zijn er aan het helpen met de droom. Dit is hem. Fura H. Zo vet, zo vroeg al zo vet. We gaan heel snel naar Zwolle. When the walls come crashing down and the storms are wildly raging, we will stand and keep our ground. Over een half uur moeten we aftrappen. Staan jullie op het podium? Dat is wel heel krap. Oh my god! There's nobody here! Kan je sponsoren, kan je letterlijk een stukje lopen in haar schoenen. En nu zijn we bijna in Almere! Als je één iemand kan redden, is een beetje mijn filosofie, dan zijn we allemaal veilig. Het was heel erg fijn om overal te kunnen spelen met iedereen. En als je je afvraagt, kan ik ook iets doen? Walkintheshoes.nl kan je kijken hoe je heel simpel jouw eigen steentje kan bijdragen. Ik begin pas met lopen.